Hallo, ik ben Hein van der Heijden, acteur van het Nationale Theater. We zijn op zoek naar verhalen uit Den Haag. We gaan de weg naar de haven. We zijn op de visafslag. Ja, dat ruikt u niet, maar ik ruik de heerlijke vislucht al. Allemaal mooie visjes, lekker. Gaat u wel eens naar de schouwburg? Nee, nooit. Nooit? Nooit. Maar zou u het leuk vinden om erheen te gaan? Nee, ook niet. Wat zou u dan willen zien? Wat lijkt u leuk voor een toneelstuk om naar te kijken? Een beetje lachen. Een beetje lachen, ja. Dat vind ik het leukste. En iets over vissen ook? Nou, ik heb genoeg vis gezien. Meneer? Ja, ik zit mijn hele leven al in de vis. Ja. Ik ben 13 jaar begonnen met vis. Wat voor verhalen zou je dan willen zien? Wat? Menselijke verhalen. Menselijke verhalen. En wat zijn dan precies menselijke verhalen? De gewone dingen. Hier wordt geboden. We zijn nog steeds aan het werk. Zon in je reggen. Weet je wat je reggen is? Zon in je reggen? Nee, ja, dat rug. Weet ik niet. Je rug. En komt u wel eens in de Schouwburg eigenlijk? Nou, nee, ik niet. Nee. Zeelui zijn we. Ja. Heb u ook gevaren? Ik heb 35 jaar gevaren. Zo. Ik was 15 jaar, toen zat ik op IJsland met een grote troller. Wat zou u nou graag op de planken willen zien in Den Haag? Scheveningse toneel. Scheveningse toneel? Ja, ja, ja. De vis is al binnen. En we gaan nu naar het Zeemanshuis. Dat is een beroemd café. Als u nou 's avonds naar de Schouwburg zou gaan, stel, hè? Wat zou u daar dan graag willen zien voor verhalen? Het is tegenwoordig zo, iedereen laat zien wat hij heeft en interessant. Zo voor jaar vakantie, de auto's, dit en dat, bla bla. Ja, ja, ja. Wij zijn meer van, doe lekker normaal en wees tevreden met wat je hebt, weet je. Dan, ja. Ja, veel komische dingen. Dus. Toch een beetje lachen. Ja, meer lachwekkende. Narigheid genoeg in de wereld. Je kan de krant niet openslaan of het is allemaal moord en doodslag en narigheid. Maar dat is toch altijd wel tuurlijk, geweest? Tuurlijk, het is altijd wel geweest. Maar ja, tegenwoordig trekken de mensen dat wel veel aan. Misschien kan ik u een keer uitnodigen. Gaan we samen een avondje op de planken staan en kletsen. Nee, je wordt hem nog gekoppeld.